ook altijd tegen die mensen zeggen, doe nou mee, kom op. Want weet je, we hebben allemaal één leven en het is zo fijn om gewoon in dat leven dingen te doen. Zo, daar zijn we weer. Dat is een mooie wijk, jongens. In Enschede hebben ze ook geen moeite met de omstreden 4 weken termijn. Kleinsma wil dat mensen in de bijstand 4 weken lang solliciteren en dan pas hun uitkering krijgen. In de bijstandswet komt vast te liggen dat je eerst 4 weken voordat je in de bijstand komt zelf moet zoeken. Nou, dat is nu nog niet wettelijk vastgelegd, maar het wordt al wel. Wij oefenen er echt niet mee. De gemeenteraad heeft daar een goede discussie over gevoerd en we doen dat nu. Dus mensen moeten echt zelf de verantwoordelijkheid nemen. Wat vindt u van de 4 weken, Huis? Ja, jaag je mensen al voordat ze in de uitkering zitten in de schulden die later alleen maar veel meer geld kost. Gaat u dat niet uitvoeren? Dit ga ik niet uitvoeren. U gaat mensen gewoon vanaf dag 1. Wij gaan mensen die echt uit kunnen wel zien, als mensen echt aankomen die echt een uitkering nodig hebben, die gaan wij links of rechts dan helpen. De wethouder krijgt steun van de 3 oppositiepartijen in de Kamer die met Kleinsma onderhandelen over aanpassingen van de bijstandswet. Wat ons betreft moet die 4 weken, gewoon die 4 weken eis, uit de wet verdwijnen. Laat gemeenten nou gewoon kijken wat het beste is. Ik heb echt vertrouwen dat gemeenten dat goed zullen doen. En dat is wat mij betreft het hoofdpunt van mijn zorgen bij deze wet. Te weinig vertrouwen in gemeenten, te weinig maatwerk. Kleinsma wil de gemeente dwingen om een tegenprestatie te vragen van mensen in de bijstand, met als doel een reguliere baan. Enschede omarmt dit plan. Ja, dat is toch leuk? Ja. Als je in de geest van de wet handelt, mensen arbeidsfit maken, mee laten doen, ook een maatschappelijke tegenprestatie wordt dan verlangd, dan gaan ze ook uiteindelijk een stuk meer verdienen voor zichzelf, hè, in eigen waarde. En uiteindelijk hoop je natuurlijk dat er banen zijn die ingevuld kunnen worden. Werk, het is er niet in Pekela. De strokartonindustrie, waar vroeger duizenden mensen werkten, is vrijwel verdwenen. En dan heeft de gedwongen tegenprestatie op weg naar werk dat er niet is, weinig zin. En daarom doen mensen in de bijstand werk wat...